Lieve mensen, dit is deel 2 waarin ik uitleg probeer te geven over de Hippocrates lifestyle. Nou, we hebben het in deel 1 gehad over de inname van tarwegras, vers geperste jonge loten van tarwegras. En ik wilde in dit deel er even wat meer uitgebreid op ingaan waarom die tarwegras nu de kern van het Hippocrates programma vormt. Gisteren al even gehad over hoe je die tarwegras thuis kunt kweken. Waarom kiest men ook over voor tarwegras? Omdat het beschikbaar is voor iedereen. Je kunt gewoon overal in de wereld winterharde tarwe kopen. En een beetje met een beetje energie en liefde van jezelf kun je dat gewoon heel goed thuis opkweken. Het is weliswaar werk en het is misschien voor sommige mensen een beetje lastig in het begin. Maar uiteindelijk kun je dus eigenlijk met heel weinig kosten deze lood opkweken. Daarna persen en opdrinken. En als je dat 2 à 3 keer per dag, maar in Hippocrates is de standaard 2 keer per dag, 2 ounces neemt. Dan gaan er dus al hele bijzondere dingen gebeuren. En veel mensen vragen zich af waarom dat dan zo is. Waarom is die tarwegras dan zo gezond? Dat kan natuurlijk ook gewoon aannemen en doen, dan werkt het ook. Maar voor degenen die er graag wat meer feedback en wat meer rationalisatie over hebben, zal ik hier met behulp van de map die ik voor me heb van Hippocrates wat dingen nader over dat tarwegras zeggen. Tarwegras, dat is onderzocht, is een van de rijkste bronnen van vitamine A en vitamine C. Nou, dat zijn 2 belangrijke vitamine en die zijn heel rijk aanwezig in dat sapje. En dan natuurlijk ook in natuurlijke vorm aanwezig, want dat is het grote misverstand. Er worden heel veel chemische vitamine A en C verkocht, maar mijn lieve mensen, besef goed, al deze chemisch nagemaakte vitamine worden in principe niet herkend door het lichaam. Het lichaam kan die niet herkennen omdat er geen zuurstofatomen aan zitten, geen enzymen aan zitten, geen hormonen aan zitten en geen fytotonen aan zitten. En omdat die er allemaal niet aan zitten, aan chemisch nagemaakte vitamine, herkent het lichaam deze vitamine niet tot nauwelijks en moeten de witte bloedlichaampjes heel hard gaan werken om deze vitamine op te ruimen uit het lichaam, omdat het in principe als chemische aliens gezien worden. Je immuunsysteem komt dan op dat moment wel in werking, maar helaas niet om je ziekten op te ruimen, maar om de chemische troep als het ware op te ruimen. Het tweede ding, bijzondere ding van tarwegras, is dat het een volledig gebalanceerd spectrum aan snel te assimileren, dus snel op te nemen, vitamine B bevat. Allemaal natuurlijke vitamine B. Inclusief B17. En deze B17, daar wordt aan toegeschreven dat het heel selectief kankercellen vernietigt, zonder dat het normale cellen aanvalt of vernietigt. Dus dat is een heel belangrijke vitamine om in natuurlijke, levende vorm binnen te krijgen. Vitamine B12 en die zit gewoon in dat shotje tarwegras wat je dan neemt. Het volgende ding is dat het hoge kwaliteit en veel bevat van de volgende zaken. Calcium, heel belangrijk voor het lichaam. Fosfor, magnesium, sodium, potassium. En dit allemaal in de juiste balans, want dat is dus het grote geheim. Men heeft op het menselijk lichaam allerlei jonge loten van allerlei verschillende grassen geprobeerd. He, want zij dachten van ja, als de jonge loot van het tarwegras zo goed werkt, misschien werkt de jonge loot van een ander bepaald gras ook goed. En kunnen we dat goedkoper maken of sneller maken, maar dat is niet zo. Het is zo dat waarschijnlijk komt tarwegras, de jonge loot, uit alle onderzoeken als onovertroffen naar boven, omdat de juiste balans van de juiste voedingsstoffen zo goed aansluit bij het menselijk lichaam.
En waarom dat zo is, ja, dat mag Joost weten. Maar het is zo dat mensen in ieder geval super, het menselijk lichaam reageert super op vers geperst tarwegras. En waarschijnlijk omdat alles in de juiste balans, in de juiste verhouding daarin zit. Verder bestaat de kern van het chlorofiel in het tarwegras uit magnesium. Maar voor de rest is dit chlorofiel in het tarwegras identiek aan een rode bloedcel in je lichaam. Nou, dat is eigenlijk hartstikke bijzonder, want dat chlorofiel bijna identiek, alleen op de kern na niet, komt in het lichaam. En het lichaam kan uit deze chlorofiel heel snel hemoglobine opbouwen. Het hoeft eigenlijk alleen maar de magnesiumkern te vervangen door een ijzerkern. En dan, boem, heeft het al hemoglobine. Nou, er zijn allerlei onderzoeken gedaan, ook op dieren. En men ziet bijvoorbeeld dat als je cavia's tarwegras geeft, dat ze eigenlijk binnen 2 weken veel en veel meer rode bloedlichaampjes hebben dan dat ze daarvoor hadden. Dus het werkt al binnen een week, anderhalve week, zie je al dat het aantal rode bloedlichaampjes toeneemt. En daardoor, dat zijn de zuurstoftransporters van het bloed. En daardoor voel je vaak een stuk fitter. Bovendien kunnen deze zuurstoftransporters, die rode bloedlichaampjes, die zijn ook hele goede vechtersbazen tegen alles wat niet in het bloed hoort. Zoals bacteriën, virussen en allerlei andere dingen die er niet in horen. Nou, het volgende punt in de lijst is dat het ook organische ijzer bevat. Daarmee kan het bloed dan ook heel snel de magnesiumkern vervangen door ijzer en hemoglobine opbouwen. Het is een groot fabeltje dat ze in Nederland alle zwangere vrouwen ijzer bij laten slikken. Dat is helemaal niet de vorm van ijzer die het menselijk lichaam echt nodig heeft om rode bloedlichaampjes op te bouwen. Dit soort ijzer wordt niet tot nauwelijks gebruikt. Daarom zie je ook bij bloedarmoede maar heel gering de bloedarmoede afnemen op het moment dat je dus die ijzerpreparaten, die chemische ijzerpreparaten van de apotheek slikt. Veel beter kun je in geval van bloedarmoede tarwegras gaan drinken of in rolfoodkwaliteit gedroogd gaan slikken. Dan zie je dat er hemoglobine wordt opgebouwd en dat je heel snel van je bloedarmoede afkomt zonder die vervelende constipatie. Want één heel belangrijk punt op de lijst ook, die staat wat meer onderaan, maar ik zal hem nu meteen noemen, is dat tarwegras heel goed tegen constipatie werkt. Dus mensen die eigenlijk te weinig naar de wc gaan, maar 2 tot 3 keer in de week een ontlasting hebben, die kunnen vaak na het gebruik van tarwegras gewoon iedere dag 1 à 2 keer naar de wc. Wat veel en veel beter is natuurlijk voor het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam is 1 grote stofwisselingsfabriek waarbij voedingsstoffen worden opgenomen. Maar ondertussen is het ook 1 grote afvoerrivier waarbij dingen die niet meer nodig zijn en afvalstoffen die ontstaan zijn bij de verbrandingsprocessen weer afgevoerd worden door het lichaam. En daarbij hoort dat je 2 tot 3 keer per dag stoelgang hebt. Nou, heb je dat niet, dan heb je toch een vorm van constipatie. En ook dat is een heel belangrijk ding om ziekte te genezen. He, dus het afvoersysteem van het lichaam moet gewoon optimaal werken. Wil je kunnen genezen van een ziekte? Tarwegras, geperste jonge loten van tarwegras bevatten 92 van de 102 sporenelementen die we kennen. Dus dat is heel erg hoog. Dus 92 van de 102 sporenelementen die we kennen zitten in de jonge loten van het tarwegras. En natuurlijk zijn deze allemaal biologisch organisch. Die komen direct uit het organisme. Die zijn niet geprocessed in een fabriek, chemisch nagemaakt. Dus daardoor zijn deze sporenelementen ook weer zo super opneembaar. Eigenlijk is tarwegras de best en goedkoopst beschikbare chlorofieltherapie. Kijk, zoiets als chlorella, tabletjes op rolfoodkwaliteit gedroogd, zijn natuurlijk ook goed om chlorofiel aan te
maken. Maar uiteindelijk kost een pot chlorella natuurlijk hartstikke veel geld. Moet je ook al de hand weten te leggen op rolvoer kwaliteit. Want heb je weer de verkeerde kwaliteit, dan heb je er nog niet veel aan. Is het weer te heet gedroogd, boven de 40 graden, zijn de enzymen dood en daalt de opneembaarheid van de chlorella weer met 80%. Maar één ding weet je zeker, als je je hand kan leggen op een goedkope grote zak met biologische wintertarwe, je kiemt dat 3 dagen, je spreidt dat uit over een bedje aarde en die jonge loten groeien in 10 dagen op. Daarna snij je ze af en pers je ze. Dan heb je relatief ontzettend goedkoop een chlorofyltherapie in handen. Dus bij Hippocrates zeggen ze, het is de meest bereikbare en meest beschikbare vorm van chlorofyltherapie in de wereld die we kennen. Tarwegras, als je dat dagelijks neemt, dan verlaagt het je bloeddruk. Zonder meer. Ik moet het even in het Engels voor jullie nalezen. Ja, hier hadden we dus die capaciteit van het bloed. Om zuurstof te transporteren gaat omhoog, omdat er meer hemoglobine wordt aangemaakt. Het helpt het lichaam, tarwegras, om afvalstoffen die bij de verbranding de metabolische processen in het lichaam ontstaan, af te voeren. Dus het helpt het lichaam bij de afvoer van reststoffen. Nou, tarwegras wordt daarom ook gezien als een ontgiftingsproduct. Als je in het begin tarwegras gaat gebruiken, kun je er ook wat dizzy in je hoofd van worden, wat duizelig van worden, maar dat geeft allemaal niet. Dat zijn tekenen dat je lichaam aan het ontgiften is. En het tarwegras helpt die ontgifting van het lichaam op gang te brengen. Tarwegras purificeert de lever. En dat is een heel, heel belangrijk orgaan. Zonder lever kun je niet leven. Je kunt nog wel zonder een mild leven, zonder een alt vleesklier, zonder een nier, maar zonder een lever ben je heel snel dood. De lever is je grootste reinigingsorgaan. Er gaan heel veel liters bloed per minuut door je lever heen. En die lever heeft het bij de meeste mensen die op een westers dieet leven, die vlees en vis eten, die geraffineerd eten, die gekookt eten, die alcohol gebruiken, sigaretten roken, drugs gebruiken. Bij al dat soort mensen heeft de lever het heel zwaar te verduren. En het reinigt dat lichaam alles maar voor je, maar aan zijn eigen reiniging komt het bijna nooit toe. Nou, tarwegras helpt de lever om zelf te reinigen. Natuurlijk helpt het dan natuurlijk ook ontzettend om je een tijd lang te onthouden van alle dierlijke eiwitten en van alle suikers. Hè. Die twee belangrijke hebben we gisteren ook al genoemd. Geen dierlijke eiwitten voor een tijd en geen suikers, geen enkele vorm van suiker. Ook niet die suikers die normaal gesproken als goed beschouwd worden, zoals honing, agave, niet doen voor een tijdje. En dan 2 keer per dag verse tarwegras drinken en dan krijgt die lever eindelijk die break die het al die jaren al zo hard verdient. En nodig ook heeft om te kunnen genezen van ziekte. Maar laten we wel zijn, in feite heb je het ook nodig om gezond te kunnen blijven. 2 keer per dag tarwegras drinken helpt ook echt bij het genezen van wonden. Dus heb je open wonden, stop een tijdje met inname van alle slechte producten, drink 2 keer per week tarwegras en gebruik vervolgens de pulp van het tarwegras die overblijft om de wond op de wond te leggen. Wikkel er losjes een doorluchtig gaasje omheen dat er nog wel zuurstof bij kan komen en je zult zien dat wonden echt in de versnelling gaan genezen. Nou, hier staat nogmaals genoemd dat het niet alleen helpt om zware metalen, chemische afvalstoffen, resten van medicijnen in het lichaam uit te werken, maar het helpt dus ook bij de afvalstoffen die ontstaan door de metabolische processen in je lichaam. En dat is ook heel belangrijk dat die afgevoerd worden. Nou, een bekend verschijnsel waar mensen verslag van doen als ze tarwegras 2 keer per dag gaan gebruiken, is dat hun haarverlies sterk vermindert en bij veel mensen stopt ook het vergrijzen van het haar.